naar Back to the Roots. In deze nieuwe serie vlieg ik samen met artiesten naar het land waar hun roots liggen. Hoe hebben de roots de artiesten gevormd? En hoe belangrijk is het voor hen? Voor de eerste afleveringen vlieg ik samen met de one and only Numidia naar Marokko. Numidia is geboren in Venlo en ze maakte haar doorbraak in 2017 met de hit Melly Melly. Inmiddels heeft ze in totaal meer dan 100 miljoen streams behaald, scoort ze de ene hit na de ander en ze heeft inmiddels haar debuut gemaakt in de bioscoopfilm Marokkaanse Bruiloft. Ik ga samen met Numidia terug naar haar roots, naar de plek waar ze ieder jaar terugkeert om familie te bezoeken, Nador en El Husema. Welke rol spelen haar roots in haar dagelijks leven en hoe volgen haar familieleden haar succes? Zo benieuwd of ze er klaar voor is. Welkom in house. Welkom. Ja, wil je wat drinken? Ik heb alleen pommes en Hawaii. Lekker. Zo'n voorproefje voor Marokko. Voor zometeen. Je hebt nog heel even en dan moeten we gaan vertrekken richting Schiphol. Ja, met wat voor gevoel ga je richting Marokko? Ik ben blij dat ik even weer naar mijn thuisplek ga. Weet je, ik ben wel in Marokko geweest, maar ik ben nog niet echt geweest naar de plekken waar ik echt vandaan kom. Dus... ja, ik weet niet. Ik weet echt niet wat ik ga verwachten. Maar ik hoop dat hun blij worden en ik blij word. En dat ik alleen maar goede energie eruit ga halen, man. Een muzikale inspirerende reis gaan we ervan maken. Zullen we daarvoor zorgen? Goed. Ik heb nog even om in te pakken en dan gaan we richting... Schiphol, ja. We zijn eindelijk. Wel warm, ja, met wat voor gevoel zit je hier? Ja, ik zenuwachtig, enthousiast, alles gemixt. Ik weet echt niet hoe mensen gaan reageren op mij, als ik eerlijk moet zijn. Ik ben al echt een hele lange tijd niet meer geweest nadat ik zo bekend werd, zeg maar. Nee. Ja, we gaan het leuk meemaken. Ja, man. Zo blij om hier te zijn, gewoon lekker weer thuis of zo. Het voelt echt als thuis. Waarom voelt het als thuis? Ja, het is toch weer een plek waar je weer als... ja, waar iedereen hetzelfde is of zo in mijn ogen. Waar wij allemaal al één zijn of zo. Het is, ja, ik weet niet, lekker vrij, lekker kip buiten eten. Mensen raar knikkeren buiten. Scooters die midden op de weg rijden zoals heb. Jezus, meneer! Wat kenmerkt de stad Nador voor jou? Wat betekent Nador voor jou? Nador is toch wel echt een plek. Nou ja. Vooral Blindzaar dan. Het is toch wel echt een plek waar ik als kind al naartoe moest, zeg maar. Yeah. Ik was hier 5-6 weken gewoon in de zomer met mijn moeder en zo. Oké, we zijn hier bij Sor in Nador. We gaan nu even voor ons even wat jurkjes halen. Je hebt alles hier, dus van schoenen tot dekbed, tot fruit, tot jurkjes, tot BH's zoals je ziet. Je hebt eigenlijk alles hier, dus wat je wil. En het is echt super goedkoop, want Marokko is natuurlijk een land van textiel, kleding, meubels. En het kost niks. Eigenlijk de kleinste dingen die ik gewoon nodig heb in Nederland, die we in Nederland niet hebben, die koop ik hier. Ja, kruiden. Oh ja, tuurlijk. Kruiden sowieso. Wauw. En ben je van het koken? Ja. Ja? Ja? Echt? Ja. Oké. Ik wil Ras El Hanout hebben. Want... En wat doe je met Ras El Hanout? Wat is dat? Voor mensen die het niet kennen. Ja, voor mensen die het kennen, zijn allemaal verschillende soorten kruiden die hij dan maakt zelf. En dat is mix en dat heet Ras El Hanout. Ras El Hanout, hij zegt net, hij heeft 43 soorten kruiden zitten in één zak. Zo, het ruikt wel heel vers. Waar let je op bij zo'n geur dan? Ja, het moet sterk genoeg zijn. Oh, hier, kijk deze. Zijn. Ja, cool. Welke kleur wil je? Ik weet niet, man. Ik ga voor deze, denk ik. Tretinderen. Hi. Hij is wel eerlijk. Ik ga hem sowieso stiekem zo'n kans geven, maar ik vind het gewoon. Ik ben hem aan het kutten. Hij denkt nu, ik ben zo gier. Hij zei eerlijke prijzen. Zijn baas ging wat anders zeggen net. Oh, serieus? Ja, dus daarom wil ik hem, ja. Oh. Je had hem niet door, maar ik had hem door. Ah, zij was wat scherper, man. Er werd achter ons wat onderhandeld en zo, maar zij was scherper. Deze? Is mooi. Ja? Mooie kleur ook? Ja. Ja? Welke heb jij? Wit. Huh? Ik ben geslaagd. Ja, we gaan familie opzoeken. Ik ben echt benieuwd, want ik heb mijn tante zo lang niet gezien. Als ze klein ben en mijn oom heb ik wel 3 jaar geleden gezien. Maar het is nog steeds allemaal zo lang. Ik
best superveel veranderd. Ook in mijn carrière heb ik niet een hele groei gehad. Ja. En ja, dat is heel wat, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd wat zij ervan vinden en wat zij nu van mij vinden. En hoe het met ze gaat, hoe groot mijn neefje is geworden, want ik heb hem als baby gezien. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe ze jouw succes volgen. Ja, hè? Ontzettend benieuwd. Ik ook. We zijn er gewoon. Dit is al een kamer. Ik ga stuk. Nomida. 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 Je stapt net de auto uit. Ik ben zo ontvangen. Hoe is dat, familie? Tito. Heel veel Tito. Kun je zien me liggen? Ja, maar we zijn hier in Blinsa. Dit is eigenlijk, mijn oma is er niet. Mijn oma is in een andere stad, maar zij woont hier met mijn opa die pas overleden is. Dit is mijn tante. Hey. Dit is mijn oom. Dit is mijn moeders broertje. Okay. En zij is haar zusje. Dus dat is mijn nicht. Hier kwam ik vroeger elke zomer 6 weken lang was ik hier aan het rondrennen. Als een klein irritant kind. Noem je die hem kent, Sarah, dat je kent? Hij kent Owen Hezja, hij kent Dreva. Het is met z'n stad. Sarah heeft een video hier gedaan. أنا وياك نشفى هنا وكانت هي فريش وديما كنت ناس حدايا يلعب معاها كنت نعاودها بالقصاص كنت نديها للبحر كانت تغني دائما وكانت تشوف وي هي هذيك الموهبه هي هذيك الموهبه من عند الله جاب باها جاي من الخدمه ورثت لي كاميرا تقني لي نازل كاميرا لي نلفها او ياه كيف شلوبت هذيك النهار قبض ازت ليا الكاميرا درويش والو الكاميرا ندير فيها ولد معايا كرساتها بعدا شدنا واخا هرسها تمشي تجيبها جات هذيك النهار ها مسكينه والو فلوس والو فلوس والو فلوس مان ik was een kind ja ik was altijd gezellig ik ben aanwezig كتبعوا الموسيقى ديال نوميديا دائما كلشي كتبعوا كلشي فاش كتبعوا داكشي حتى شي حاجه يوتيوب كلشي كتبعوا يوتيوب انستغرام فيسبوك سناب شات كلشي كتبعوا واش هذاك الشبرات اللغه ديالو هذاك تفرج كاين ضروري فيهم واش الاغنيه اللي كتعرفوا ديال نوميديا Tout est bon. Vanita. C'est quoi? J'arrive, c'est toi là, c'est après redro. Arrivé. Oui, oui, je suis arrivé. Du Vietnam. On est agibé à tas, on est agibé à tas, Inch'Allah, on a un live qui est là, on a un chat. On a un chat, وشعبيه هيك تعجبني فيها هي ديما تنشوف فيها نعم بقليف يا كتشوفوا الموسيقى ديالها من هنايا وهي في هولندا كبيره تبارك الله عارفين هذا الشيء هنايا في المغرب اللي في هولندا كل شيء كيعرف نوميديا الصراحه انا معروف بنوميديا هي ودابا تشهرت في هذاك الديسك اكثر ديال المغرب كنت ندوز منا كيقولوا لي يا مالي انا دائما كنت نسمع على اساس كيديروا الديسك ديال نوميديا انا اساس هنا في المغرب على اساس هنا كتجيكم كتسمعوا نوميديا صراحه اساس العرس وكتسمعوا نوميديا صراحه الصوت ديالها واعد Hoe vind je dat op trouwfeest hier jouw familieleden? Ja, man, mijn pokoe is gewoon hoor. Ik vind dat hard, man. Ik heb gewoon geen. Ik kan niet uitleggen, man. Ik heb gewoon geen woorden daarvoor. Ik ga mijn moeder bellen. Ja. Likken! Nou, daar gaan we. Oh, je moeder! Dag, moeders! Hoe gaat het? Oh, jullie lijken op elkaar? Mijn moeder en ik. Ja, jullie lijken op elkaar. Hoe gaat het? Ik. Gaat ook goed. Hoe trots bent u op Numidia? Is het niet gek voor u om te zien dat wij hier in Marokko zijn met Numidia bij uw familie? Ja, het is pas voor mij eigenlijk.
Ja, met ja? Mijn opa. Oh. Mijn opa was hier. Wij zitten precies op de plek waar hij is hier overleden ook. Echt waar? Ja, en hij zit hier altijd. Hier. En hij zit normaal daar. En voor mij is het ook de eerste keer nadat hij is overleden dat wij hier komen. Mijn moeder is nog niet geweest ook, omdat corona, de grenzen waren dicht. Dus wij hebben ook zijn begrafenis en zo allemaal niet meegemaakt. Dus het is wel even zwaar voor moeder, omdat ik nu hier ben, is het best wel weer een confrontatie van, oh kijk, mijn vader is er niet, weet je wel. Het is moeilijk. Nou, ik had net even mijn emotionele moment achter de scherm, zeg maar. Maar ja, voor mijn moeder is dat nu weer een moment weer. Hoe zal dat hier zijn? Denk je dat je hier ook herkend wordt en zo? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik weet het echt niet. Ik ben al jaren niet geweest hier. Na al mijn succes, ik weet niet eens of dat al mijn muziek is overgepaasd naar Marokko, dus ik heb geen idee, man. Ik ben zo benieuwd deze week. Ja, ik ook. Ik ben zo benieuwd. Ik ook. Mijn vader heeft mij geleerd hoe het moet. Hij heeft mij laten zien wat zijn teksten betekenen. En hij heeft mij meegenomen naar stichtingen voor onze voor Berberse mensen, waar wij allemaal in één groep zijn. Zo ben ik opgegroeid. Dus ik kan niet anders vertellen dan het een onderdeel is van mij.